kleine meisje. Heel lief. Kijk, gaat ze lopen. Dan heb ik mijn grote meisje. De bank heb ik even netjes gemaakt. Hier heb ik het laken van uitgeschud, want dat zat vol met zand. Heb ik er opnieuw weer op gedaan, dat ligt weer netjes. Hey, mijn kleine meisje. Heel lief. Kijk, gaat ze lopen. Daar is mijn grote meisje. De bank heb ik even netjes gemaakt. Hier heb ik het laken van uitgeschud, want dat zat vol met zand. Heb ik er opnieuw weer op gedaan, dat ligt weer netjes. Ik heb ook de vaatwasser draaien en de wasmachine draaien. En ik zie er niet uit, maar dat maakt ook weer niet uit. Nee. Ik wens jullie wel een hartelijk welkom weer bij een nieuwe vlog van Corine en de Beestenboel. Het is vandaag zondag 21 van de 1e 2024. En ja hoor, en het is 13 minuten over 4. Ja, het is weer reeds heel erg laat, maar dat, ja. Als je er zo uitziet, hoef ik geen tekst en uitleg te geven, dacht ik. En ik ben niet de enige. Nee, het gaat op en neer. Het is niet echt ziek zijn, maar je voelt je vreemd. Dat komt omdat er een andere energie in de lucht hangt dan we gewend zijn. En dat is al een tijdje aan de gang. En ik ben daar vatbaar voor. En ja, daar kan ik niks aan doen. En dan zie ik er af en toe zo uit. Ja, ik ben zo moe erdoor. Die energie zo aan het schommelen is. Ik ga daar eens eventjes raad aan vragen. Aan iemand die er meer vanaf weet. En dus dat komt wel goed. En, maar ik ga nou eerst de meisjes lekker uitlaten en dan ga ik toch even die tafel weer verschuiven, de salontafel. En dan ga ik sowieso die slinger daar al weghalen en die tak van de kast en de kerstkrans die boven de kast hangt. En dat, dan haal ik mijn schilderij van boven, die kan dan weer terughangen. En ik doe het met de takken iets anders dan anders. Normaal haalde ik ze er vanaf en dan deed ik het op de tafel die takken leeghalen. Ik laat hem hangen en dan leeghalen. Kijken of dat beter werkt, want dan moet ik die hele tafel leeghalen. Weet je, maar die tafel is nou ook al een troep. Nou, nee, ik denk ik doe het iets anders dan anders. Gewoon leeghalen terwijl het hangt. Dat doe je met een kerstboom toch ook. Die leg je ook niet neer of zoiets. Nee, die laat je staan totdat je hem leeg hebt en dan voilà. Ja. Ik laat de takken nou eerst hangen en dan eerst leeghalen. Kijken of dat beter werkt dan eraf halen en op tafel leggen. Ja. Dat gaan we proberen, maar of ik daar vandaag aan toe kom, dat weet ik niet. Ik wil wel sowieso die stal weghalen. Proberen, maar ik moet ook weer een vlog in elkaar zetten, anders hebben jullie morgen niks te zien. En ik moet ook vandaag nog een vlog delen. Dat deel ik zomaar gedaan, dat doe ik tijdens een bakje koffie wanneer ik weer terugkom met de meisjes. Strak plan, ja. Oh. Af en toe dan. Draait, lijkt wel op mijn hoofd eventjes een rondje draait. Het is maar even en dan. Jeetje. Maar ja, het is ook koud. Het is wel 7 graden, zegt hij daar. Wat ze daar, hitterecord, die zijn gek. Hitterecord. Gaat je in hun hoofd daar? Op de computer, hè? Hitterecord. Alles is gedaan. Regenbui winderig. Waar? Winderig oké, okay. Maar regenbui? Ik zou het niet weten hoor.
ziet niet regenen op een jendo. Het voelt als 1 graden. Dus ja, door de wind voelt het dus koud. Dus ja, trek gewoon wat aan hoor. Hey, ja, kind. Ja, ik kom denk ik niet door die harde koude wind heen. Dus we lopen gewoon de gracht op en del. Hè? Ja. Van het ene bruggetje naar het andere bruggetje en weer naar huis. Jij? Ja. Ja, al windows. Nee, ik ga eerst de een naar de ene brug en dan weer die brug. Of ik loop de brug over en ik loop naar de elektriciteitshuisjes. En dan weer terug. Ja, dat is om het even. En dat kan ik makkelijk doen wanneer de brug niet glad is. En de brug is niet glad. Dus wat dat er gaat, komt het helemaal goed. We zeggen, lieve vrienden, hou gewoon voor goede moed. En het komt allemaal wel weer goed. Ik weet het zeker. Ik voel het. Het komt goed. Enkel jaar. Je moet er doorheen. Je moet door die energie heen zien te worstelen. En daar heb ik wat moeite mee. Maar ja, het komt wel goed. Daar niet van. Ik twijfel niet, ik ben niet bang, niks. Nee, het is enkel, je moet er doorheen. En de energie is dan weer zo en dan weer zo. Ja, en daar kan ik niks aan doen. Dat het op en neer gaat, die energie. Want dat hangt gewoon in de lucht, weet je. Ja, en dan ook nog winter. Ik kan niet tegen de winter. Ik ben meer een zomermensje. Ik ben in de zomer geboren ook, dus kan ik ook niks aan doen. Ja. Ik ben op een zondagavond om 7:50 geboren. Waarom ik s'avonds ben geboren, weet ik ook niet. Waarom ik s'avonds pas uitkwam. Maar ja, 7:50 s'avonds. Maar ja, dan is het nog wel lichter en de zon die is er nog, weet je. Maar in ieder geval, ja. Ik vind, de zomer is voor mij, mijn ding. Lente, zomer, najaar en winter mag wel voorbij gaan. Maar niet de feestdagen, nee. Het is gewoon dat chagrijnige rot weer. Het is iedere keer grijs, grauw. En iedere keer gooien ze daar in haar een soortje bewolking over ons heen. En daar word je toch chagrijnig van, zoveel bewolking. Ze willen minder zonuren aan ons geven. Ja, dat we ziek gaan worden. Stelletje huichelaars. Laten ze zelf alsjeblieft ziek worden. Ja. Maar in ieder geval, lieve vrienden, geniet gewoon van jullie dag en dan proberen wij dat hier ook te doen. En natuurlijk neem ik jullie er een klein beetje erin mee. Daar bij de radiator hangt die en dan die kant op werken. De doos van de stal die staat enkel daar in de weg, weg, weg. Maar ja, maar haal hem daar wel weg en dan komt het wel goed. Ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Dat op deze tijd van het jaar het zwaan tegenkomen in de gracht. Terwijl je met de meiden aan het lopen bent. Hoe dan, hè? Zwaantje, wat ben je mooi. Ja, jullie horen er een paar piepen. Althans één. Maar die wou er al achteraan. Die wou ook al een rondje gezwommen. En dat is madame Elwin. Ja. Nou, erbij. Ach ja, ze zien ook nog hondjes, dus ja. Maar ik ben ingezoomd, ik zal weer uitzoomen. En we gaan weer verder. Hè, dametjes van het goede leven? Ja.
Dus we gaan weer verder, lieve vrienden. Ja, lieve vrienden, we zijn weer de kou getrotseerd. Die hebben we weer getrotseerd, moet ik zeggen. We zijn dus weer thuis en ik heb een broodje voor me en ik ga even mijn vlog van vandaag delen. En we gaan toch sowieso die slinger weghalen. Oh, hoe ver ik kom weet ik niet met die slinger. Maar ik ben echt lang niet in orde. Nee, ik kan er niks aan doen. Geen hoofdpijn hoor, maar gewoon licht in het hoofd. Dat is geen pijn. Je voelt je, ja... Ik weet niet hoe ik het uit moet leggen. Het is zo bizar. En ja, moe. Helemaal. Ik kan wel blijven slapen. En 's nachts slaap ik juist niet. En dat begrijp ik niet. Ik ben dan dood en doodmoe als ik naar mijn bed toe ga. En dan leg ik een half uurtje en dan krijg ik een schok door mijn lijf heen en dan ben ik er weer. Ja, ik ben dan nog wel moe maar, en ik wil graag slapen, maar ik kan de slaap dan niet meer vatten. Ja, soms is het een uurtje voordat ik die schok krijg. Nou, het is niet leuk meer. Maar ja, wat doe je eraan? Twee keer niks. Gewoon doorgaan. Ja. Maar in ieder geval, ik ga wel even goed wat doen. Want ik wil toch gaan opschieten. Ja, wat is de kind? Je bent net hier, kerel. Je bent net hier, kerel. Ja. Moet je nou weer de gang op? Hé? Ja. Ja, zo donkertjes, hè? Ja. En als ik de stal op ga ruimen, daar staat die houten kerstboom nog. Met Merry Christmas en Happy New Year. Die moet onder de stal op de bodem van de doos. Ja. Maar ja, dat komt wel goed. En voor die tak die op de kast ligt, moet ik geloof ik die bak hebben. Dus moet ik er eerst twee bakken vanaf halen. Ja, ken je dat? Maar ja, dan kun je er gelijk op meer eens. Zoals die kerstkrans die erboven hangt. In de gang hangt nog een tak. Die komt weer in een vuilniszak. Die mag niet naar zolder toe. Ja, zo heb je nog veel meer van die dingen. En ik zal heus wel weer, denk ik, wat laten hangen zonder dat ik het weet. En dan kom je het van de zomer tegen van, oh, verrek, kijk, ga ik ook laten hangen. Kijk, die vogeltjes blijven zitten. Ja. En het hertje, nou ja, en die slee, ja, die gebruiken ze het hele jaar door. En ik had niet in Nederland, maar wel elders waar sneeuw ligt. Hè? Waar het echt heel koud altijd is. Daar hebben ze wel zomer, maar dan in die zomertijd smelt de sneeuw daar niet. Nee. Dus hebben ze toch wel een slee nodig. En ik had, ja, het hertje en die slee behoren bij elkaar, het is een setje. Maar die raak ik altijd kwijt als ik hem mee opruim. Dus ja. Wel leuk, hè? Ja. Maar in ieder geval, we gaan opschieten. Ik ga mijn broodje opeten. En een vlog delen. Ja. Dus zeggen, lieve vrienden, geniet van Gandalf. Hé, Gandalf? Ja, nou. Ja. En tot later. Ja, jullie zien dat de bank is daar verdwenen. Maar ik zit hem wel in de grote strikte bende. Ja, daar is de bank nou. Waar is Rijka nou weer? Oh, daar ook. In dat bakje. Ja. Nou, het is daar weg. Dus, ja. Ja, de takken hangen nog. Het kastje die staat daar nou. Kom mooi. Ik ben ook nog niet klaar met het kastje, maar ja, ik ben nog het een en het ander kwijt. De lampjes boven de kast die doen het nog niet, maar die moeten het wel kunnen gaan doen. Maar ik weet eventjes nou niet hoe, want die zijn van Google. En ze zijn afwezig, dus ja, hoe ik dat even moet hebben, de lampjes losdraaien, ik weet niet, want de stekkers zitten er volgens mij er wel in. Maar ik moet daar weer even de trap bij hebben. Maar ik ga het zelf iets gaan doen. Ik ga een vlog maken. Ik ga eten. Ik ga koffie maken. Ik heb dorst. Ik heb zin in wat. En ik ben moe. Ja. En ik heb mijn bureaublad. Was ik aan het zoeken. En dan bedoel ik mijn bureaublad. Ik heb de
plaatjes voor en dan ben ik die map kwijt. Kijk, even 1, 2, 3 niet vinden. Dus ja, hoe, wat, bureaublad, ja, het zal allemaal, weet je. Ik heb zoveel mappen met bureaublad, maar ik bedoel dan mijn achtergrond. Bureaublad, ik ga dat eens even erbij intypen. Achtergrond. Wie weet, komt die dan tevoorschijn? Je weet niet. Maar ik heb wel een andere gezocht op internet. En die vind ik toch ook wel heel mooi. Ajajo! Eventjes wat wegklikken nog. En ik vind hem ook mooi. Ja. Ah, super. Dus ja. Echt mijn ding, hè? Dat klauwtje zo naar voren. Echt dat heksachtige. Ik vind het mooi. Ja. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ja, jullie zien het hoe ver ik ben gekomen. Ik vind het toch wel weer heel wat. En dat terwijl ik ook weer wederom last van mijn maag heb. Ja. Je zit af en toe ook in elkaar om voorover wat in die bak te doen of in een doos te doen. Ja, dat moet je net niet hebben. Maar in ieder geval, ik ben blij dat ik in ieder geval toch weer die stal weg heb. En een gedeelte die slinger, die ligt nou daar, die ligt achter dat schilderij. Ja. Nou, en dan een poesekind die al zo strandlastig is. Die loopt maar te mekkeren en te miauwen. Ik ben boven geweest om mijn schilderij te halen van het huisje van mijn vader. Ik ben naar boven geweest om dat lampje op te halen van de tv. Ik heb hem tevens gelijk ook wat eten gegeven. Het laatste eten wat er in die emmer zat. Hier staat nieuw, maar dan heeft hij toch weer wat. Hij kan daar nog een nacht mee toe. Hij heeft natvoer in de hal staan. Dus ja, het drink staat 2 maal boven. Op mijn slaapkamer staat een grote bak. In de douche staat een klein bakje voor hemzelf. Nou, hij kan uit allebei drinken. Hier beneden ze drinken. Wat dan nog meer? Bekijk dat nou maar. Ja, toch? Ja. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen. Geniet gewoon een klein beetje mee. Is hij er al? Nee, hij is nog steeds aan het zoeken. Vreemd. Maar ja, het is niet anders. Komt vanzelf wel weer tevoorschijn. En anders maar niet. Oh, dat is van het leeuwtje. Dus ja, ik ga zo meteen dus beginnen aan een vlog. Want dat moet weer af van morgen, anders hebben jullie morgen niks. Ja, en dan zit ik ermee. Ik heb wel weer een pauze in lassen, maar daar schiet je ook niks op. Ik ben niet, vind het niet ziek. Plop ik erop achter. Dus, hi kind, kom maar. Kom jij. Kom jij. Kom jij. Nee, kom je niet. Kom je niet. Komt niemand hoor. Komt helemaal niks. En die loopt maar te zeuren en te doen, hè? Ja, echt. Die loopt te zeuren en te brullen en te doen. Dat was die alweer. Ja. En wat schiet je ermee op? Kijk, daar zit de tak in. En de krans van boven de kast zit erin. Ik ga gewoon dat dubbelstekkertje eruit laten met de 2 stekkers erin van de verlichting. Dus ja, en er zit nog een krans bij in. Ja, wat moet je lospot? Daar liggen batterijen op te laden, die is om 1 uur klaar. En daar zitten er 4 in. En ja, een uurtje later, geloof ik. Maar ja, laat me branden hoor. Zolang die brandt is die niet vol. Dan moet die uitgaan, dat weet ik wel.
Ja, die zijn nog allemaal aan het knipperen. Ja? Wat heb je te zemelen? Waar ben je daar? Zemelaar? Ja? Wat moet je? Gebeurt lekker niet. Nee. Gebeurt lekker niet, hè? Nee. En halverwege de avond zijn jullie aan de beurt. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van je avond en geniet een beetje mee. Doei doei doei.